De verstedelijking in Nederland neemt toe en daarmee ook de vraag naar de dagelijkse levensbehoeften in een drukke omgeving. Albert Heijn voorziet miljoenen stadsbewoners iedere dag van een uitgebreid houdbaar en vers assortiment. Efficiënt transport met de inzet van vrachtwagens is hiervoor noodzakelijk. Maar de uitdaging is groot. Er moet meer vervoerd worden met minder bewegingen, minder geluid en minder emissies. Zware transportmiddelen met weinig tot geen uitstoot zijn nog nauwelijks ontwikkeld. En het zal dus nog jaren duren voordat deze massaal beschikbaar zijn. Als voortrekker tekende Albert Heijn in 2014 de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Een afspraak met spelers uit de transportbranche en overheden om te onderzoeken hoe binnensteden vanaf 2025 maximaal emissievrij bevoorraad kunnen worden. Belangrijk dus dat wij ook duurzaamheid niet alleen hoog in het vaandel hebben staan, maar er ook daadwerkelijk wat mee doen. En dus de trucks zo schoon mogelijk laten rijden. Om uiteindelijk met zo min mogelijk bewegingen, met de maximale efficiëntie, de stad te bevoorraden. Dit test Albert Heijn met toonaangevende partners in een unieke praktijktest, ook wel de proeftuin genoemd. Voorop in vernieuwing dus. Deze test, uitgevoerd met de subsidieregeling DKTI, is extra waardevol en leerzaam omdat vol elektrische en hybride trucks intensief naast elkaar getest worden. Ook is een speciale klankbordgroep met steden opgericht om ervoor te zorgen dat praktijkervaringen snel gedeeld worden. Ja, wat wordt je energiebalans? Wat neemt vol elektrisch aan energie tot zich? En wat gaat er met het energieverbruik van de hybride gebeuren? We hebben wel inschattingen, met name een stuk actieradius, maar ja, we zoeken bevestiging, vandaar de test. De proeftuin bestaat uit de inzet van 3 volledig elektrische trucks, ontwikkeld door DAF en VDL. Hiermee kan de hele route naar winkels in Amsterdam, heen en terug, elektrisch worden gereden. Daarnaast ontwikkelde DAF 2 plug-in hybride trucks, die als prototype getest worden in de proeftuin. Deze truck is speciaal ontwikkeld voor het rijden van zuinige kilometers op de snelweg en tot 50 kilometer elektrisch in de stad. Hierdoor kan ook de binnenstad van Utrecht lokaal emissievrij beleverd worden vanuit Zaandam. Een elektrische truck die rijdt voor Albert Heijn is dag en nacht inzetbaar. Het opladen van de batterij zal dus grote hoeveelheden stroom vergen, dat ook geen uren in beslag mag nemen. Speciaal daarvoor is een innovatief snellaadplein ontwikkeld op het regionale distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. Het is tot stand gekomen door een hele intensieve en ook plezierige samenwerking met alle partijen. Iedereen zijn eigen inbreng heeft gebracht van hoe moet het worden, op welke plek moet het staan, welke specificaties moet het aan voldoen om die wagens snel genoeg te kunnen opladen, zodat ze weer naar een volgende rit kunnen. Dus het is eindelijk heel succesvol verlopen. De elektrische trucks laden in 35 minuten voldoende bij voor een volgende rit naar Amsterdam. Binnenkort worden hier vloeistofgekoelde stekkers aan toegevoegd, waardoor de bijlaadtijd vermindert tot 15 minuten. Ook wordt de installatie aangesloten op duizenden zonnepanelen, die op het dak van het tegenoverliggende distributiecentrum liggen. Zo wordt de stap gezet naar beter en duurzamer. De proeftuin zal minimaal 2 jaar duren, waarin onderzoeksinstituut TNO de monitoring en analyse doet. Dit zal gebeuren aan de hand van 5 prestatiemeters die leidend zijn voor het vaststellen hoe Albert Heijn winkels in de stad schoner bevoorraad kunnen worden. Daarvoor zijn tactisch en operationeel planners en natuurlijk chauffeurs onmisbaar. In deze proeftuin combineren chauffeurs hun dagelijkse werk met het testen van duurzame voertuigen. Zo doen we samen meer. De komende jaren zal Albert Heijn zich niet enkel richten op elektrisch transport. Andere technieken en oplossingen moeten ook ruimte krijgen om de ambitieuze doelstellingen op het gebied van transport waar te maken. Want naast geluid en luchtkwaliteit is ook klimaatverandering een uitdaging. Om de CO2-footprint van transport terug te dringen, zijn daarom ook testen met alternatieve brandstoffen nodig. Al testend en lerend levert Albert Heijn samen met haar partners een belangrijke bijdrage aan de weg van groen naar groener en uiteindelijk groenst.